vandaag is het de gender reveal. En ik ben onwijs nieuwsgierig. Ja, ik is what will it be? He or she? Alle voorbereidingen zijn helemaal bijna getroffen. Hier gaan ze bekend op maken straks wat het wordt. Elke gender party wordt overdreven en extra werk. 3, 2, 1. Wie zou als eerste een lijn verschonen? Ik. Jij. Ben je er klaar voor, schatje? Nee. Hè? Nee. Ben je er klaar voor? Ik moet even wachten tot Marie het filmpje komt. Slomme gedoe allemaal. Marie! Waar is Marie? Iedereen denkt dat jij het leuk vindt voor de camera, maar ik push Mike altijd. Als ze daar niet aan gaat. Dan vind je het wel leuk, hè? Etter? Een heel andere persoon. Wie? Ik. Jij? Ja. Lijkt heel sociaal. Ja. Ja. Oké. Okay. Welkom. Wel, is je goed zo? Ja? Of geen muts op? Nee, geen muts op. Dus af? Ja, is leuker. Leuker hè, zonder muts? Ja. Nee, geen muts. Meestal ook geen muts. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Deze vlog staat in het teken van ons en de little baby. Later in deze vlog. Laat in deze vlog ga je zien of het een jongen of een meisje is. Dus blijf kijken. Okay, wat ga je nu zien in deze vlog? Alle gender reveal party voorbereidingen. Mm-hmm. Vond je voornamelijk heel leuk. De bekendmaking en een Q&A met Mike en ik over alle vragen. En we nemen jullie mee naar onze echo. Wat we vanavond... Oh, wat? Die vraag gewoon. Ja? En we nemen jullie mee naar de echo vanavond. Dan gaan wij ook voor het eerst onze kleine baby zien. En onze familie gaat ook mee. Dus dat kunnen jullie bekijken. Blijf kijken, blijf abonneren. En long trainers. Nice. Love, Julie en Mike. Stoppen. Oké, Julie heeft haar gender reveal outfit binnen van Nadine Merabi. En ik ga het nu uitpakken. Oké, ik ben super benieuwd. Ik weet natuurlijk wel wat het is, maar ik heb het via online gezien, dus niet via het echt. You deserve every beautiful thing this life has to offer. Wat schattig, wat mooi. Een mooie hoes en... Dit is het pak, oh my god. So curious. Oké, ik heb het jumpsuit binnen, girls. Ik zal iets uitzoomen. En het is echt een perfect fit. Ik glim de pan uit, maar ik ga pas deze zaterdag het hele lookje laten zien. En nu even alleen een sneak peekje. Daar hangt mijn pak. Van Nadine Merabi Girls. En hij glinstert zo mooi. I love suits. Deze ga ik aandoen. Zaterdag met de gender reveal. Hoe leuk ook het bordje. En er zit ook schoudervulling in. Dat zie je niet zo heel goed. Aangezien die hangt. Maar wat een plaatje. Het is vandaag 29 augustus. Sommige mensen zijn jarig op deze dag. Of hebben andere herinneringen aan deze datum. Maar vandaag is het de gender reveal. En ik ben onwijs nieuwsgierig bij wat het wordt. Ik word continu zenuwachtig gemaakt door mijn zussen. Over wat het nou wordt. De meeste mensen denken een jongen. Eigenlijk iedereen, behalve Marie en een paar vriendinnetjes. Eentje denk ik, twee. Ik denk de laatste tijd steeds meer dat het een meisje is. En ik weet niet waarom. Maar ik denk het ook, maar die hoopt op een jongen. Zolang het maar gezond is, hè. Ik bedoel dat bovenaan. Maar hoe is vandaag? Dus ik ga nu naar de kapper. Hebben wij om 11 uur de echo. Ga ik daarna naar kantoor toe voor make-up door Harley. Marie en Romee zijn om 9 uur al in Zandvoort voor de versieringen alles te regelen. En dan, om 2 uur half drie weten we het. Zo spannend. Oké. Het zit in de krul. Ik heb nog geen make-upje, want Harley gaat me make-uppen. Maar dit is before en straks laat ik even zien. Oké. Mijn haar is ready. Altijd heel bol, maar dat zakt nog helemaal uit. Okay. Ready for the big day! Julie, ik heb één camera, dus ik neem hem vanaf nu mee voor de preps. Leuk je haar. Ja, het zakt ook nog uit, maar nu zie je maar. Het is enig. Enig de penig. Enig de penig. Nou, Mike, ja. Is goed. Nou, de hulptroepen gaan vandaag de takeover. Nou, doe je! What will it be? What will it be? He or she? Romee en ik zijn vandaag ook twinning in de Overeinders. Ja, maar heb je zin in yoghurt met granola? Ja, of iets te hartig of zo. Iets volkoren. Muesli reep. Maar dat is zelf gemaakt muesli, dus ook wel verkoren. Oké, okay, ze moet weer terug naar Tandem. T-cut. Tbluto. Nee, goeie. Dan gaan we nog even halen. Ja, Chantal is toch echt niet 20 minuten voor tijd. Nee. Sorry Chantal. Ik ben benieuwd of ze om 9 uur is. We love you. But you're not almost on time. Almost. Niet bijna op altijd. Mijn Engels is mijn goedste vak. Ja. Zo, ik heb net met Romelier muesli ontbijt gehaald. Hij heeft het wel zelf gedaan hoor.
stond gewoon op je te wachten. Ik heb het gewoon helemaal zelf gehaald. Lekker. Want dan hebben we een goed ontbijtje voor de drukke dag van vandaag. Ja. Het regent nog niet, maar ik denk wel dat het vandaag gaat regenen. Maar die mensen van de tent komen ook niet, toch? Ja. Ook om 9 uur. Ja. En dan de hip hip hooray. Hip hip hooray. En dan de cocktails komen. Oh, no. Om 10:30. Oh, we moeten binnen. Wat? We moeten binnen. Binnen. Oké, het zal weer op het dakterras zijn. Alleen wel weer totaal anders. Hier komen nog allemaal soorten tenten, want het weer is niet zo denderend goed. En dan hebben we hier allemaal sterrendoeken. Hier komt de ledvloer voor de announcement. En Hip Hip Ray is net gekomen, dus ik ga ze even hallo zeggen dat we er zijn. Dit is allemaal led sterretjes worden dit. Leuk! Want straks wordt het helemaal donker, dus dan zie je echt alles. Alles is in progress. Dit heeft Mike ontworpen voor de zuilen. En alle ballonnen komen nog, de zuilen. We gaan wat eten, denk ik. Ja, hij doet zijn. Ik ga koffie maken. Oh ja, Marmee van de catering alweer. Ja. Oeh, de zuilen zijn beplakt. Zo cool. Er zijn er 2, moet er nog eentje worden gedaan. Helemaal rondom Galaxy. En dan hebben we deze superleuke draadjes. Dat worden LED-ballonnen. Kijk dan! Nu lijkt net een beetje de ocean bellen, maar het wordt dus helemaal verlicht. Jellyfishes. Zo, alle voorbereidingen zijn helemaal bijna getroffen. Nou, niet helemaal, helemaal. We zijn een begin. Ik heb even gevraagd of ze die sterrendoeken voor mij even om te filmen even aan willen zetten. Hoe leuk, al die lampjes, jongens. En dit is nu puur even hier neergezet voor de wind. Maar het komt helemaal omhoog en worden allemaal sterrendoeken die helemaal worden gedrapeerd. Dus je weet denk ik echt niet wat ze ziet. Elke gender party wordt overdreven en extra werk. Maar de lat is hoog gelegd door Sjoe en Romee en mama. Dus we doen ons best. Hier komen die zwarte tenten. De eerste staat al klaar. Het heeft zo erg geregend. En dan komen er 4 naast elkaar te staan. En dan komt ook nog helemaal dicht, wordt hij natuurlijk. Dus het wordt hier echt pikzwart. En dan hebben we echt al die galaxy zuilen, zilveren zuilen, staantafels. En ook nog echt overal lampen, zwarte vloeren. Dus echt heel erg leuk. Het welkomstbord heeft Mike ook helemaal ontworpen. Komen nog ballonnen bij. Komen nog daar te staan. De tenten worden al goed opgezet. En de bloemen zijn hier ook binnen. Al wat leuk. Ze zijn helemaal geverfd. Nee, het zijn gezanten, maar die zijn opgetrokken met ecoline. Oh, wat leuk. Het zijn witte gezanten geweest. En daar wordt de kleurstof in gedaan. Galaxy, nou, hoe ze doen, weet flowers. Het is paars en al die kleuren door elkaar heen. Dus het is heel cool. Heel kunstig. Heel cool. Kijk nou, onze Galaxy rozen. Ook weer door Jasmijn helemaal zo gedaan. Het is echt bijzonder hoor. Die wordt dan op elke staantafel komen deze kleine boeketjes. En we hebben 1 hele grote boeket. En die gaan we echt voor op de bar doen. Echt als masterpiece. Dus die gaat hij zo erbij halen. Jullie, hoe lang ben je zwanger? Hoe lang ben ik zwanger, schat? 4 maanden. Ja. En een week. En een week. 17 weken. Want... Oh. Heel veel mensen praten dus in weken en niet in maanden met zwangerschap. Maar wij zeggen gewoon steeds 4 maanden en nu een week. Maar eigenlijk skip ik gewoon die weken. Dus ja. Nu 4 maanden en we zijn uitgerekend op 12 februari 2021. Ik ben heel hysterisch bezig. Maar niet uit. Hoe lang zijn we bezig geweest en hoe zijn we erachter gekomen? We zijn een dag bezig geweest. Nou, ik ben gestopt met mijn 25e verjaardag. Er komt echt een heel scherp zonnetje door. Mijn 25e verjaardag en het is... 26e was je. Het was 10 mei mijn verjaardag. 13, 14 mei is de boven voor. Is het zaadje bevrucht? Kijk, het zit vol de zon. Ik wil even zo leunen. Niet dat ik denk, ik zit ver bij Mike vandaan, maar dan weten jullie waarom. Corona. Dus het heeft niet lang geduurd en we weten ook, we hebben een soort van lucky shot gehad, zegt de verloskundige, dat hoor je niet veel. En hoe zijn we erachter gekomen? Nou, eigenlijk at ik heel veel vis en toen heeft Mike voor de grap een test gehaald. Ja, omdat je dat niet mocht eten. Omdat hij al dacht dat ik zwanger zou zijn en zegt als je zwanger bent mag je dat niet meer eten, bla bla bla. Dus we hebben heel lacherig die test gedaan en toen kwam er in het schermpje zwanger en toen dachten we allebei dat het niet nog moest laden. Ja. Maar dat laadde niet en toen... Stond er... Bij de bijsluiter staat het altijd. Ja, en nu stond er 5 tot 6 weken was ik al. 4 tot 5 weken was ik al. Ja. Dus ik was al ruim een maand zwanger. Ben ik blij dat ik niet rook en drink. En dat ik af en toe vis heb gegeten. Maar nu doe ik het natuurlijk niet meer. Je ziet nog steeds helemaal niks. Nee, je ziet niet heel veel van mijn buikje. Nee. Even kijken. Nee, je ziet het wel. Dit. Ja, dit is mijn buik. Of onze buik. Ik en de baby. Buik. Ja, hoe heb je Mike dus verteld of ik zwanger was? Ik heb er geen surprise van gemaakt. We hebben eigenlijk allebei dit... Het was alle 2 een verrassing. Het was allebei een verrassing. Want we deden het dus als grapje. Want ik had nooit verwacht dat ik al zo snel zwanger zou zijn. Aangezien sommige mensen veel langer bezig zijn. Of helemaal geen kindje kunnen krijgen. Dus dit hadden we gewoon niet verwacht. Mike, hoe verrast was jij? Heel verrast.
heel verrast was die. Ja, dat was dat een lekker vraag. Mike is in ieder geval heel blij. Ja, ik was niet verrast, ik wist het. Ja, hij dacht het dus al. En ik dacht echt, dat kan echt niet na een week. Of na een week, na een maand dat ik al zwanger ben. Maar het was dus wel zo. En hoe hebben wij het familie verteld? Het is eigenlijk heel leuk. Nou, bij mijn moeder konden we onze mond niet goed houden. Dat Mike allemaal met zo'n... Ja, jij begon te huilen. Smel binnen. Nee, maar jij begon... Mama zegt, wat is er aan de hand? Want Mike is heel erg aan het lachen. Ja, en toen begonnen we heel hard te huilen. Dus voor mama kon het geen surprise meer hebben. En jouw familie hebben we allemaal een Hoeftoldoos ingepakt. En hebben daar de test in gedaan. En deden we net of we een heel mooi cadeau hadden gekocht. Maar dat was dus een grapje. Dus niemand verwachtte het eigenlijk. Eerst dacht ik. Veel mooier cadeau dan een Hoeftoldoos. Ja, iedereen was super blij. Geld is niet belangrijk. Dus zo hebben we het zijn familie eigenlijk verteld. En eigenlijk de rest bij Marie de baby shower, bij de gender, bij de baby shower. Daar hebben we het zitten aftellen. Dat hebben jullie denk ik gezien al in de vlog. Hoe oud zijn wij? Dat is misschien ook nog wel leuk om te weten. 29. En ik ben 25. Schelen 4 jaar. Ik hoorde gisteren op de radio dat je 33 bent. Dat is de gemiddelde leeftijd voor vaders om kinderen te krijgen. Dus Mike is iets eerder. Die was al iets eerder. Maar 27. 27, ja. En zo, hoe voel je? Ik voel me nog best wel oké. Ik ook. Jij bent wel heel zenuwachtig, hè? Bloedje in de vuist. Bloedje in de vuist. Bloedje in de vuist. Ik ben wel oké, denk ik. Ik vind beide heel leuk. En toen ik zag het allemaal gezellig, dat mijn vrouw overgeven bent. Dus ik denk, oh, als het maar goed zit. Dat is ook heel belangrijk. Nee, ik hoor het zo. Het wordt zo leuk, het wordt zo leuk. Jill appte me net dat ze het al zagen. Dus zij was binnen 10 minuten klaar. Ik heb er 50 minuten gelegen. Jawel, jawel. Ze weten dus altijd, Romee krijgt zo een sms-berichtje als ze weg zijn. Dit zijn de eerste karaffen. Echt cool. Preps. Laat ik zo zien wat het gaat worden. Ballonnen in progress. Perfecte kleur paars. Het wordt al hier één ballon aan de halla. We zijn meteen allebei aan het vloggen hoor. Dezelfde outfit. Ja. Kijk nou, hoe galaxy is dit. Deze zijn echt helemaal in de kleuren ook van thema. Blauw met paars en die roze ook. En die hortensia's, kijk dan. Dit wordt zo cool. En hier komen ze allemaal cocktails eromheen. En zuilen. Oh, dit is echt goed hè. Kijk nou. Ja. Sterrendoeken zijn in de Maar ook building. Allebei de kleuren zijn vet duidelijk. Zo, Jill is inmiddels op kantoor. En Romee weet al wat het wordt. Oh, mooi. Dat blauw, helemaal bij het thema. Nee, is nog vet. En helemaal mooi in haar pak. Even leuk, allemaal even op tafel. Zo. Maar ben je zenuwachtig, Jill? Nee. Er zit al schot in. Welcome to the gender reveal party of Julie en mij. Met het welkomstwoord. Hier gaan ze bekend op maken straks. Wat het wordt. Oh, dit wordt zo leuk. Galaxy it is. De cocktails staan er. Hoe leuk. Hoe mooi is deze taart? Hoe mooi is het weer gedaan door Hippie Cream? En deze te gave donut. Party. Nou, die was dus boven verwachting. Ik ging in de ochtend naar de kapper, naar L'Ambiance, voor mijn haar te feunen. En daarna zijn we naar het kantoor gegaan. En toen zat ik in de make-up en ik was met mijn outfit bezig. Jij was heel zenuwachtig, dus jij liep overal en nergens eigenlijk. Ik ben het helemaal kwijt. Mike was zo zenuwachtig dat hij de hele tijd al sinds in de auto niet meer kon praten of überhaupt zinnig wordt. Klinkt zo lullig, maar het is wel zo. En voor de rest hebben Marie en Romee eigenlijk heel veel voorbereidingen die dag zelf gaan met mama. En toen ik echt pas klaar was met mijn haar en make-up en mijn outfit, toen was het alles al klaar door Hippie Parade. Dus het was echt, nou we hadden niet gedacht dat het zo mooi zou zijn.
Het was zo mooi aangekleed. Het is echt Galaxy thema, dus dat is echt heel leuk. Dus wie was er meer zenuwachtig? Sowieso Mike. Ja. Maakte mij niet zo heel veel uit of ik een jongen of een meisje kreeg. En Mike wilde dit keer heel graag een jongen. Dat heeft hij dan nu. En dat krijg ik ook. Dus. En dat krijgen we dan nu ook. Dus het is wel heel leuk. En het was mooi aangekleed met monococktails. Dat zijn vrije alcoholcocktails. Maria had weer een prachtige taart gemaakt. Miri weer de heerlijke donuts. En alles was in het ruimte thema. Dus alles was paars met blauw. Heel veel mensen dachten al dat ik het wist dat ik een jongetje kreeg. Maar blauwe oogschaduw op het gedaan. Dat had Har bij me gedaan. Maar dat was meer omdat die Santorini look toen bij mij zo mooi was. Met het blauw. Dat ik nu weer blauw wilde eigenlijk. Dat is een paars. Het is dus een jongetje. Ja, Mike is denk ik nog nooit zo blij geweest. Nee, heel blij. Hij zit alleen maar op de grijns. Ook als iemand weer gefeliciteerd of krijg je het. Dan denk ik, zo'n jongen. Gewoon zo. En hebben we veel mooie cadeaus gekregen. Ja. Ja, we hebben heel veel leuke cadeaus gekregen. Van iedereen is heel attent geweest, creatief geweest. Heeft een mooie luidtaart. Hele mooie luiertaarten waar zijn familie heeft dat gemaakt. Er zat heel veel werk in. Nou, we hebben super schattige schoentjes gekregen die we graag wilden. Ja. We hebben bijenringen gekregen. Eigenlijk ook allemaal dingen wat wij zelf misschien niet zouden kopen, maar super handig is om wel te hebben uiteindelijk. Ja. En iedereen was super enthousiast, leuk gekleed, aan thema gehouden. Dus het was echt wel een hele geslaagde. Ja, oh, die speentjes was ook leuk. Ja. Maar ook het goudklompje en die zilveren speen. Ja, te veel op te noemen eigenlijk. Ja. Onwijs verwend al voor een gender reveal party, dat sowieso. Ja, zoals het begin. Hebben wij al een naam? Ja. Ja, wij hadden al een naam voor een tweeling, voor een meisje en een jongen. Dus eigenlijk zijn we ready om hier nou meteen weer door te pakken. Nee. Ja, gaan we. Nee, eerst kijken hoe die klein is. We hebben al een naam en eigenlijk hebben we ook al een hele mooie diaperbag gekocht. Dat is het enige wat we tot nu toe hebben gekocht. We hebben hele leuke Yeezy schoentjes besteld, maar die zijn nog niet binnen. Van die Earth Slides. Dat vindt Mike voornamelijk heel leuk voor die kleine. Ik denk dat het kasteeltje een beetje wordt heel veel bruin tinten, nude tinten. Ja. En ik denk dat hij heel veel gaat beschilderen. Hè? De tassen, de rompertjes, de wagen. Alles helemaal creatief. En deze hebben wij gevonden. Die is echt super mooi. Hij is een beetje fashion ook. Het is echt wel een hele mooie luiertas. Die heb ik bij Bo Berends aangeschaft. Dus voor de vragen alvast te voorkomen. Die hebben heel veel mooie luiertassen. Onder andere van Gucci. Maar ook van Givenchy en van Chloe. Maar ja, ik vond dan toevallig deze Gucci heel leuk. Omdat hij dus ook blauw was. En we krijgen nu een jongen. Dus nu mag het toch wel een beetje blauw het in. Nog een weinig luiertas. Ja. Dat zou ook leuk zijn, ja. Waar kijk je wij het meest naar uit als de baby geboren is? Ik denk hoe het eruit ziet. Wat? Sorry. Hoe de baby. Moeder zat te lachen. Oh. Jezus. Hij heeft echt concentratie van een seconde. Dag man. Waar kijken we jullie het meest naar uit als de baby geboren is? Ik denk of het echt een mini meidje wordt. Dus echt een klein jongetje. En een kindje. Of dat het meer op mij lijkt. Ik hoop dat hij één oog van mij krijgt. En één oog van mij. En laat jouw oog zien. Ja, maar een rode oog. Nee, je hebt geen rode. Maar mij heeft hele mooie bruine ogen. Dus we zijn benieuwd of dat misschien wel gemixt wordt. Ja. En anders, ja. Dus daar zijn we denk ik het benieuwdste naar. Ja, en of onze kindjes op elkaar lijken. Want zoals je misschien weet is Romee ook zwanger. Hier komt volgende week in de vlog veel meer informatie over. Of al onze drie kindjes op elkaar lijken. Ben ik ook wel benieuwd naar. Maar buiten moet het natuurlijk gezond zijn, hè. Laat dat voor wel. Ja. Oké, het is de day after. Zoals jullie zien heb ik mijn make-up opgeslapen. En de sterretjes en de maatjes zitten nog. Alleen hier is een beetje een wimpertje los en dat is het. Ik ga nu met Mike en Stinky de foto's bekijken en alle cadeaus uitpakken. Wij hebben echt super mooie cadeaus gehad. En gepersoneerde speentjes van Nice & Mac. Deze is ook super leuk. Mike ziet elke keer, daar zit een piemeltje in. Daar zit een piemeltje in. En super schattige Gucci schoentjes. En het is te leuk om op te noemen. Nog een leuk bedeltje. Dat is ook heel mooi. Kijk, een zilver spintje. Daar kan je zelf de date van de geboorte in zetten en de naam. En laatste op knuffels. Heerlijke. Ik vergeet steeds het woord voor die doeken. Nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. A bunch of pictures we made. En dan hebben we eigenlijk nog kleding. Een hele mooie luiertaart. Maar die staat daar. Die moet je nog uitpakken met Mike. En wat ik ook heb gekocht. Of gekocht voor mij nou. Wat ik heb gekregen. Het wordt een Burberry baby. Het is eigenlijk het merk wat ik al sinds kleins van zelf draag. Vraag me niet waarom. Ik vind het gewoon beeldig. En ik heb ook een Burberry buggy besteld. Dus die kan er mooi in. Gekregen van mijn parents, sisters en brothers-in-law. En nog allemaal van die dingetjes. Bijdingetjes. Slabbetjes. Ramelaatjes. Voor mee te douchen. Nee, Stinky. Dat is voor de baby. Nou, deze vindt Stinky leuk. Dat is jouw vriendje. Dat is jouw vriendje.
Klein dropje van me. We hebben alle cadeaus uitgepakt en hier neergezet. We hebben super lief cadeaus gekregen. Dit was die mega luiertaart. Er zaten al deze cadeautjes in. Schattige sokjes. Die washandje is gewoon een washandje gevormd als een beertje. En heel veel met het sterrenthema van onze gender. Dus dat is echt super leuk. En ook blokken waarmee hij kan spelen. Nog mooie doeken. Mooie knuffels. Zo verwend zijn we. Dat is niet normaal. Maar we gaan dit meer als een babykamer organiseren. Dus dan gaan we de cadeaus even mooi inleggen. Maar het was een beetje te veel en te druk de laatste tijd, dagen. Dus dit gaan wij nog allemaal mooi maken. En straks krijgen we de echo. We zijn onwijs benieuwd. We gaan eerst heerlijk uit eten bij Table 24. En dan gaan we met de familie naar de kleine baby kijken. We hebben wel de baby gezien, maar nog niet als jongetje. Want dat is vorige keer het scherm uitgehouden bij Hey Babies. Toen we dat. Toen zagen we alleen het hart klopte natuurlijk. Het hoorden we wel. En nu gaan we dus kijken hoe het er allemaal uitziet. En Romee gaat ook meteen mee om ook haar baby te bekijken. En Marie ook. Dus oh, die gaan ook. Ja, dus we gaan eerst Marie zien. Leuk. Die is echt heel groot, de baby. Je moet hier wel naar kijken. Oh. Kijk continu daarheen. Nee, je moet hier kijken. Okay. Eerst gaat Marie, dus even de grootste baby, dan ik en dan Romee. Dus we kunnen heel goed het verschil zien tussen de baby'tjes. Zo, we zijn allemaal bijgekomen. En Romee heeft net het nieuws gelanceerd dat ze ook zwanger is. Dus we gaan nu naar haar winkel toe. Laat Chiri nog heel even uit. Het is echt vreselijk vies weer. Kom je, Chiri? We gaan nu naar Romee toe. Nu het in de wereld is. Goed. Zo opgelucht. Heerlijk. Ja, ik wil echt op de grond vallen. Zo. Ja, lekker lang. Heel lang. Maar we moeten even kijken hoe die vast zit. Ik heb hem ook nog niet. We zijn echt volop in de winkel. Het is helemaal aangekleed. Ik ben weer lekker overdreven in de sparkles. Hoe leuk. Witte babybelly. Het wordt echt heel groot nu. Alle trekkingpakken zijn bij mijn zus binnen. Ze hebben zoveel dat ze niet eens meer ruimte hebben. Zo fijn dat het weer lekker weer is ervoor. Hoi Stink. Ik ga het nog even passen. Ja. Hoi. Dit is ook wel een leukje hoor. Oh leuk! Ik draag de Chelsea. Hoe leuk met al die glittertjes met mijn nieuwe laarzen. En de beanie van de Zara. Jules heeft haar tijgerpakje aan. Ja, dat is iets heel bijzonders. Nou Jules, je hebt helemaal je outfit gevonden met je pregnant belly. Leuk. Zo, ik ben in de woonkamer. En dit is de current situation right now. Ik ben een mandarijntje aan het eten. En we hebben hier ons bed neergezet aangezien Fanky net geopereerd is. Hier is dan de bench. Dus hij is maandag geopereerd. Het is vandaag vrijdag. Dus het gaat gelukkig wel de goede kant op. En we gaan iets heel leuks doen vanavond. Want ik ga met Jules en Romee en mama en papa de echo kijken van alle drie de baby's. Ik heb die van Romee en Jules natuurlijk nog nooit gezien. En van mij was de laatste keer echt in het begin. Dus dat is wel heel erg leuk. We gaan naar Hey Babies. En ik neem jullie zo mee. Ik ben nu eventjes nog thuis. Ze halen me zo op. Ze ging eerst even namelijk wat eten. En ik ben even bij Frank gebleven. Dus daar halen we mij zo op. En dan zien we kleine meisje weer. Baby Ben. Dit is mijn beeld van de onderkant. Zo, ik zit in de lift. Ik heb Stinky. Jill is namelijk uit eten en mochten geen hondjes. En we gaan nu naar Hey Babies. Ik heb trouwens een twin set aan in het crème. Nog steeds in de maat S. Ik houd vol. Hey, liefje, kom maar. Gaan we naar mama toe. Daar zitten we hoor. Geen handen. Je weet wat het is hoor, Jill. Ja. En baby jongen. De first baby. Handjes, zag je dat? Nee, dus handjes bij elkaar, of lijkt het zo? Nee. Kijk. Die lijkt je zenuwachtig. Echt waar. Nee. Oh, het is toch een meisje? Nee. Ja. Ik denk het ook. Oh. Nou, Jules net geweest. Van de kleine jongen. En straks ga ik dikker mee. Nou, nu de joekel. Joekel. Giant. Giant. Slea. Nee hoor, maar die bent hartstikke mooi zwanger. Ze is nu weer meer in de kant. Nou, het is nog steeds een keurig buikje hoor, Marietje. En je krijgt een jongen toch? Ja. Dat zou Niels zijn. Oogkas. Net lekker een winkelwagentje van Albert Heijn. Staat hij nog ingezoomd? Nee, was het maar zo. Staat hij nog ingezoomd? Het is heel groot, man. Het is gewoon het hele hoofd. Nou, zie je. Oh, nu zie je. Ja? Uit de winkelwagen. Ah, geen schattig dit hoor. Eet. Allemaal. Oh. Baby's. Ja, Marie, je bent wel de eerste. Je hebt wel een primeurtje. Romee, de baby komt in de volgende vlog. De announcement. Oh, ja, echt hè? Dus deze vlog is all about blue. Ja, you have your shine. I have mine later. Ja. Alle moves. Maar ze wil zich niet laten zien. Daar ben ik drie keer teruggekomen voor de keer. Oh, oh, oh. Oké,
Oké, nu komt de Q&A vragen. Oh, ik dacht dat we klaar waren. We zijn nog niet klaar, schat. Oh. Wie neemt straks de meeste foto's en video's? Ik. Wat? Wie de meeste foto's en video's neemt? Nee, neemt. Oh. Straks van de baby. Ja, beide. Ik denk ik. Ik denk beide. Ik ben ook al bezig met een plakboek, of dat wil ik gaan maken. Met alle foto's die tot nu toe zijn gemaakt. En van gender, om het gewoon steeds bij te plakken. Ja. Dus ik denk ik. Wie zou als eerste een lijn verschonen? Ik. Jij. Ik heb wel heel veel gedaan. En ik ga over mijn nek. Ik ruik nu alles veel erger dan normaal. Dus ik kan even momenteel niet echt goed tegen geurtjes. Wie is er het meest chagrijnig als de baby jullie de hele nacht wakker houdt? Nou, jij bent 's nachts wel wakker. 's Ochtends niet. 's Ochtends niet. Dus ik denk dat 's nachts ik het vervelend vind en 's ochtends het Mike het vervelend vindt. Dus ik ga elkaar gewoon afwisselen. Ja. Zoveel mogelijk helpen. Op wie denken jullie dat de baby het meest gaat lijken? Mike. Ik denk Mike. Ik denk op jou. Ik hoop wel dat ons jongetje heel veel op Mike lijkt. Want dat vind ik altijd wel leuk als het echt een mini is van de papa. Maar beide... Ik hoop dat het ook jou lijkt. Oh, beide is welkom. Ja. Even kijken. Welke eigenschap van Mike hoop je straks in de baby terug te zien? Lief. Behulpzaam ben je heel erg. Je bent heel zorgzaam. Heel beschermd. Schermend, heel gul. Eigenlijk die eigenschappen denk ik. En van mij? Mooi, lief, zorgzaam. Eigenschap. Lief. Nou. Zorgzaam. Oké. Okay. Ik vond toch alles onder. Hetzelfde dus. Ik hoop dat die ook een beetje het gekke van mij heeft. Wie is straks de fun parent en wie is de strikte ouders? Ja, die is ik iets strenger ben, maar ik denk dat beide niet streng zijn. Ik vind alles goed. Jij vindt wel echt alles goed. Dat is wel echt zo. Dus ik zou denk ik een beetje voor de... Ik vind het vaccin. Jij vindt vaccin. Om boos te worden. Dat is een baby. Ja, kijk, een baby vindt er boos te worden. Maar ik denk wel dat ik iets strenger word dan jij. Ja. Wie verwendt de baby straks het meeste? Ik denk mijn hele familie. Ja, denk ik ook. Onze hele familie samen. Ik denk dat als straks die baby is, dat hij echt wordt overspoeld met liefde. Ja, dus ik denk wij zelf evenveel. Maar Marie, Romee, jouw ouders, mijn ouders, jouw broer, mijn zussen. Het wordt één madhouse, denk ik. Wie van jullie praat straks het meest met een babystemmetje? Ik? Je praat ook echt gestinken met een babystemmetje. Oh ja, dat is wel waar. Ik denk... En een laatste vraag. Wie heeft de naam verzonnen? Denk jij? Beide. Ik had wel de meisjesnaam verzonnen. Maar die gaat dus niet door. Beide hebben verzonnen allemaal. Van beide. Ik denk beide. We zaten allebei op één lijn. Qua schat, daar is de camera. Was je in de klas ook altijd zo? Ja. Ik hoop niet dat hij dus zijn concentratie boog heeft. Wat? Ja, dus namen hebben we eigenlijk allebei eigenlijk wel verzonnen. We zaten allebei op één lijn. We hebben al vier namen in hetzelfde thema. Ja. En we gaan nog niet vertellen wat het is. We gaan wel vertellen als het natuurlijk geboren is. En ik denk wel dat we ons babytje gaan filmen. Bevalling? Nou, ik weet niet. Ik sta er meer voor open dan Marie. Natuurlijk niet het hele privé gedeelte, maar... Wel misschien alles eromheen. Dus dit was eigenlijk onze vlog. Het was een beetje hectisch. Want Mike die kijkt continu naar de hele familie die buiten zit. En we gaan het eten. En we gaan het eten. En we gaan de eggen maken. En we hebben honger. Dus dank jullie wel te kijken. Ja. En super veel lieve reacties ontvangen. Van iedereen. Op de gender reveal party. En op alles. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het komen. En dank je wel voor alle mooie cadeaus. Laten we stoppen.